Hoe gaat het? Ja, het gaat hartstikke lekker. En we zijn vandaag in Rode. En het weer zit niet mee, maar de mensen zijn hartstikke gezellig. Dus, jij gaat zo meteen ook je nieuwe single laten horen. Hoe gaat het daarmee? Ja, het is weer een tijdje geleden natuurlijk. En ja, we zijn gelukkig weer helemaal up-to-date met de nieuwe single. Het kan me niet schelen, wederom geschreven door Emiel en Norris. En ja, ik ben er ontzettend blij mee. En ik denk wel dat het uiteindelijk wel heel gezellig gaat worden. We hebben binnenkort in Zundert hebben we het bloemencorso. En dan is het altijd de tweede dag. Dan is er meestal een heleboel feest daar zo. En ik ga gezellig optreden. En ik heb begrepen dat jullie ook gezellig komen naar Zundert. Ja, we hebben in ieder geval een hele leuke fanclubmiddag. Dat is op een zondagmiddag. Echt een gezellige, ja, een dag voor jong en oud, zeg maar. We hebben een aantal leuke mensen uitgenodigd. Colin en natuurlijk jullie eigen Denans. Die komt ook gezellig zingen. Marco Kanters. En dat is op zondagmiddag 26 oktober in Schijf in de Kerroyaal. Iedereen is eigenlijk welkom. Alleen de mensen die dus echt lid zijn van de fanclub, die hebben gewoon een gratis entree. En als mensen nog geen lid zijn van de fanclub, waar kunnen ze lid worden? Die kunnen lid worden via de site of via de Hive-site. Dat is allemaal geen probleem. Wat zijn de adressen? www.jolandazomer.nl. En vanaf daar kan je ook gelijk door worden geschakeld naar de Hive-site. En ik zou het natuurlijk ontzettend leuk vinden als de mensen allemaal gewoon een kijkje komen nemen. En ik zou zeggen, word lid. Of anders schrijf gewoon een leuk krabbeltje, krijg je altijd wat terug.